Ben je ook verbrand geweest? Ik ben één keer verbrand geweest op mijn rug. Heel erg verbrand? Of? Ja, dat was wel echt ernstig. Imke was vergeten mijn rug in te smeren. Ja, nu is het Imke schuld. Ja! Nee. Moet ik mijn eigen rug insmeren? Nou, je moet dat zelf vragen. Toch? Ja, ik vind niet dat je de moderne man zoveel verantwoordelijkheid kunt geven. En ik vind niet dat jij de schuld kan geven dat jouw rug is verbrand door Imke. Nou, net gedaan. Hallo lieve mensen, leuk dat jullie kijken. Leuk dat jullie weer kijken naar Dumpend Eten. René, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik heb je echt gemist. You're right, ik was één week weg. Maar ik heb je wel gemist. Nou, ik heb jullie allemaal niet gemist. Dag. Even qua duiding voor de kijker. Sorry. Qua duiding voor de kijkers. Wilco is de camera vergeten thuis. What are you? An idiot sandwich. Dus we hebben nu één close camera die de hele tijd zo heen en weer gaat. Kijk dat, zo pap, pap. Nog een. Ja, en we hebben toch ook gewoon pam. Maar we hadden natuurlijk Filip. Dat was ook zo'n lieve, bescheiden, aardige man. En Gina, hoe ging dat? Want jullie waren nog niet samen. Hoe ging dat eigenlijk die week daarvoor met jou, met haar? Hé, wat heb jij een donkere lippenstift op, joh? Ja, vind je niet leuk? Beetje hoerig. Nice. Nee, sorry. Ik was dus op Kreta, maar ja, Duitsers, man. What the fuck, hoe dik zijn Duitsers? Serieus, Deutsche Leuten, als jullie goeken, afvallen. Wijn is daar 0,5 liter €5. Weinig topless, meer meegemaakt. Dat was het. Fijn. Oké, okay, thank you. But I'm not, no. I am. Oh ja, Max Verstappen is wereldkampioen. Ja! You sure? Because people keep telling me different. Was het spannend? Was het leuk? Ja, het was spannend. Het was ook leuk. You sure? Het is niet zoals bij voetbal. Dat het gewoon fluitsignaal en dan is het gewoon, dit is het. Nee, dat is meestal wel. Maar nu is het allemaal weer zo moeilijk. En dat is vaker bij Max. En dat vind ik wel lullig. But I'm not, no. Ja, yes. En nu was het allemaal, heb ik dat wel niet? Oh, ik ben wel kampioen, oké, nice. Dus het was een beetje vaag. You sure? Ik moest harder lachen om Ajax. Nee, dat joh. Was echt geweldig. Of was het nou 8-1 of ja. Oh mijn god. Maar ik ben geen fan of zo, ik ben een ramptoerist. But I'm not, no? Yes. I am? You sure? Gefeliciteerd Max Verstappen, het was weer een rete spannend seizoen. Ik heb echt op het puntje van de stoel gezeten, iedere race trouw gekeken. Mijn favoriete sport, Formule 1, 25.000 reet. Wat is dit voor bruine reet? Ga eens gewoon, laat eens wat bleken, joh. Oh, dit zijn mannenbillen. Dan ga je streaken en dan hou je je hand voor je penis. Ja, dat is het net niet, hè? Dat is toch gewoon een beetje sneu? Laat hem even zien. Dat is een beetje het punt van streaken. Maar... Nou, hij heeft hem zo tussen zijn vingers, geloof ik. Dus ik denk niet dat hij heel groot is. Als ik dit zou doen, zou ik hem ook even opkloppen van tevoren. Ja. Weet je wel, dat je het echt net even... Ja. Dan oom je hem ook gewoon. Ja. Donnie, kun jij even streaken? Nee. Jammer. Misschien is het een Vindicat lid die gewoon ook niet meer weet waar die heen moet. 4 reten. Kijk, daar gaat een micropenis. 50 reten voor je micropenis. Wat vinden die vrouwen ervan? Weet je dat nog met maan? Ja, een pimmel. Oh mijn god. Van mijn ogen dicht en ik keek ineens stond er gewoon een naakte man voor mijn gezicht. Sorry. Nou, hier zou het meer zijn een pimmeltje. Een pimmeltje. Fitty in Utrecht. Wat gebeurt? Oh, ze kanker op de grond. Ga redden achter. Niet veel. Zit Sylvana in Mallorca? Mooi. Oh. Wat dit? Huh? Oh. Wel lekker dat muziekje erbij. Het is ook rot als je kaal wordt. Hey, rijd weg. Ik ben in de war. Ik ben ook in de war. Wat gebeurde hier? Hey broer. Wie filmt dit dan? Ik. Hij zit aan zijn vrouw. Dat is denk ik het probleem. Kijk, maar ze struikelt gewoon. Ze trekt die ruitwisser eraf. Ze valt daardoor op haar vulva. Arjen Lubach wordt ook kaal, 3 reten. Ik was bij de televisier. Ja, waarom?
Ja, ik vond het wel leuk. Ik zag dat Tim Hofman weer 24 prijs heeft gekregen. Ja. Wij hebben nog nooit een prijs gehad. Wij hebben nog nooit... Ja, ja! Behalve! Ja! 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 Jullie worden de community van het jaar. Als je gaat naar www.website van het jaar en je gaat naar community, of stemmen op de community, en als je dan op Dumpert stemt, dan kunnen wij winnen. Oh, we doen nog mee in meerdere categorieën, want we doen ook mee in de categorie app. En onze app is super vet. Ja, super. Jullie hebben ook nooit klachten over de app of website. Alle features en functionaliteiten zitten erin. Deze vrouw valt ook op haar vulva. Oh! Oh, yo! Oh, die is echt lang niet meer zo aangeraakt. Als ik vulva type op mijn, bij mijn notities, dan komt er Volvo te staan. Dat is autocorrectie. Vijf heten. Oh. Ben jij wel eens keihard met je kut tegen de muur aangevallen? Ja. Ja. Oké. Ja. Ik heb wel eens een bal in mijn ballen gehad bij het voetballen. Maar gelukkig heb ik niet zo'n micropenis als Roderick. 25 reten voor mijn penis. Bram Krik is er ook. Hoe was die massage nog, René van Leeuwen? Vreselijk. Ah! Tyfus! Zit van gauw te knijpen! Mag ik jou even knijpen? Ja? Gewoon dit. Dit doet toch geen pijn? Doet... Nou, mij deed wel pijn. Wat is het? Ik mis een beetje context. Jij ook? Nou ja, dat is het. Dat het gewoon allemaal buiten context heel raar is. Maar die Duitsers die hebben gewoon een soort van nog steeds eeuwigdurende schuldcomplex. Vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dus nu zijn ze maar gewoon maximaal hippie aan het gaan. Weet je, doe eens even wat agressiever. Gewoon door weer wat tanks zien rollen. Ik las in het nieuws dat ze voor 2 dagen munitie hebben. En dan schaam je je toch als Duitser? Ja, maar wij Nederland hebben maar voor... Ja, wij hebben helemaal geen munitie. Voor een uur munitie. Ja. We just removed a few contacts. Look down. Dit is vies waarschijnlijk. We just removed 2.5 contacts. You can see this piece coming out. There's more. Ze heeft er 23 lenzen in zitten. Ik kan er niet naar kijken. Goodness, this is... How many? For the record, I don't know. There's actually one. Oh. Oh, arme oma. Maar ze ziet er wel hip uit voor een oma. Ze heeft gewoon nog mascara op en zo. God. There's a whole waddle there. So. Schiet er gewoon af. Guinness Book of Record patient. Oh. Yeah. Motherfucking golem uit je oog. My precious. My precious. Ze is echt hoe dom kan je zijn. Dat op vakantie ook. God. We're delivering. I'm to be remembered. Fuck! Oh, come on. No, I'm serious. Voor dit soort bejaarden zaten we in lockdown. Nul reten. Ik heb wel eens gehad dat ik twijfelde of ik nog wel of niet een tampon erin had zitten. Dat is ook fucked up, hoor. Heb jij het wel eens gehad, Julia? Ah, weer. Ik wel, heb dat wel een paar keer gehad, hoor. Dat ik helemaal in paniek was. Dat ik dacht, kut, heb ik nou wel of niet? Maar het is ook net alsof je een frikandel in de gang gooit. Papa, wat krijgen we nu? Ik ga even zo zitten. Nou, pukkeltje op vinger, jongens. Ah nee, hier komt denk ik... Oh my god, dat was veel amazing. Ah. Deze man die komt gewoon klaar uit zijn vinger. Oh shit, man. Vinden er mensen dit eigenlijk leuk? Het staat in de pus, ik begrijp het niet. Oh, het is in de pus? Ja, het staat in de pus. Oké, okay, even lekker breakdancen. Wow! Zo heb je helemaal geen gehandicapte zorg meer nodig. Laat ze het gewoon lekker zelf uitzoeken. Je kan er ook goed met basketballen. 4 heten. Ja, ik vind die petjes leuk. Leuke handicap. Hey, maar dit is toch wel gangster eigenlijk. Vooral hij. Kijk hem. Misschien kunnen ze dit team laten voetballen tegen Napoli vanavond. 3 weken. Oh, fucking Oh, oh.
Oh, stop! Bro, what the fuck you doing, bro? Toen kopstoot. Jeetje, wat een agressie. Ah, yo, 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 yo. Wow, vet. Ja, boy, leave him alone. Zie je bij boksen ook altijd dat ze dan na een tijdje wordt het meer een soort knuffelen. Wordt bokser, kans op slagen. Yo, 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 yo. Contextloos geweld, altijd 5 meter. Ik snap niet waarom ze altijd elkaar bro noemen. Het zijn toch niet allemaal familie van elkaar? Het is toch niet in Urk? Eén beveiliger tegen al die jongens. Ja, die beveiliger die heeft wel de juiste baan. Hey, yo, yo, yo. Dit zie je nou nooit op Ongehoord Nederland. 4 reten. Het is een politiek grapje, Wilco, erin laten zitten. Kijk, ineens een zus. I'm like, Cordy, I'm like silly in the Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up, please! Wat zei hij? I'm like, Cordy, I'm like silly in the Shut the fuck up! Dit is echt zo'n teken van, hey, ga uit huis. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Ah, dat hondje op de achtergrond ook. Shut the fuck up! Ik heb ook wel lang gedacht hoe ik eruit zou zien met lang haar. Edit dat er even in. En dan bepaal ik of ik dat hou. Dit is wel serieus. Ik zag ineens voorbij komen van Melissa. Onze oude Van Marlene Melissa. Ja. Dat die de ziekte van Hodgkin heeft. Dat is lymfeklierkanker. Holy. Die is 29. Dus Melissa, als je kijkt, heel veel sterkte. De Amerikaanse rapper Shores. Au. Nice. Die is gewoon 40, hè? Niet normaal, ze heeft echt een goed lichaam. Zo raar. Mijn vriendin heeft het ook een beetje. Wat? Nou, dat als je dan foto's gaat maken, dan doet ze gewoon de hele tijd echt zo dit zo. Nou zeg. Wat is dat met vrouwen? Doe jij dat ook? Pose en dan klik. Ja, ik neem wel een pose aan. Ja, ik doe wel mijn best. Nou, je hebt eigenlijk maar 1 foto nodig, hè? Dat zeggen fotografen altijd. Wat een fotograaf ook een keer tegen mij heeft gezegd is... Kijk, Sil, weet je wat het is? Wat God er niet heeft ingestopt, haal ik er ook niet uit. Ja, het is toch geweldig, joh. Hey, als je gewoon... Een vrouw van 40 heb die gewoon mentaal gestoord is, maar wel de hele dag wil neuken. 6 reten. En het is echt onbegrijpelijk. Ik verlies alleen maar volgers op Insta. Misschien moet je ook zulke filmpjes gaan maken. Pak je moment, pak de camera mee. Lief lachen. Het is hem niet, hè? Otto _ Frank schrijft. Dat is grappig. Weet je waarom? Nou? Ze vader van alle vrouwen. Ik wil Gina en Gwen wel eens samen zien. Dat zijn net 2 zusjes. Lijkt me ook leuk. Maar Gwen is tegenwoordig helemaal in de zen. En helemaal samen. Trage _ slaapzak schrijft. Ik mis die rode. Nu al, die 2 dames zijn hartstikke mooi. Maar die rode is depressief en nuchterheid. Blijft dumptreed onderscheiden van andere video reviews. Hoezo word ik versleten voor depressief? Ik ben helemaal niet depressief. Ik vind gewoon heel veel kut. Sil, haal je schoenen van de bank. Zegt liever Sudo dan Zwitsal. Oké, dan. Gina, vaker alsjeblieft even een superleuke aanstekelijke lach. Gaan we doen. Gaan we regelen. Ik heb al lang onze vriendin met haar ontplofte tiet niet meer gezien. Kunnen we dat zo houden? Nee! Amai, wat een positiviteit. Kan die rode nog wel wat voor leren? Sterf, kringspier musketier. Met je kuthoofd. Mooi dat het Gina nu al lukt om in een goede camera te kijken. Iets wat die rode nog steeds niet kan. Waar de fuck heb je het over? Ik mis het ongemak van die rode. Kom maar weer terug van vakantie. Is toch niks aan met Iemke? Het was hartstikke leuk met Iemke, maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Ben nu 10 minuten aan het kijken. Even heel veel kudos voor die blonde Fries hoe ze de show draagt. De Belgisch werelds en rode. Ik mis je als kiespijn. Maar als je iemand je mist als kiespijn, is dat dan
een compliment of juist niet een compliment? Want kiespijn wil toch niemand? Nou, dat is de quizvraag van deze week. Motorsimulator is vet. Oh ja, ik snap het. Het gaat om de pillen. Ik had hier een uitspraak voor. Dikke billen, 5 reten. Dat pakje zit daar wel heel erg goed. Ja. Maar zij is ook de pitspoes volgens mij. Ja, dus zij moet dit ook doen. Ja. Nou, maar je hebt ook gewoon sletten die het gewoon leuk vinden. En daarvoor 5 reten. Echt sick. Wat? Zo. Wow, hij heeft baby. Ah! Wow! Wat een homo's. Maar je ziet ook niet dat het baby's zijn. Wow, hij heeft baby. Ah! Wow! Wat zou je dan doen in zo'n situatie? Keihard erop stampen. Ik denk dat ik de stofzuiger zou pakken. Ah! Wow! Ik ben op zich helemaal voor klimaatverandering en zo. En lekker warm. Maar als we deze beesten toch weg zouden kunnen houden, dan zou ik daar niet tegen zijn. Dit is toch leuk? Pijnloos voor ons dan. Kunstjes op de roltrap na een avondje wokken. Je hebt toch ook van die Chinese duiven of zo? Wat ze dan? Nee? Die kun je goed herkennen ook. Dan is er kroepel. Ah, ik dacht al, er moet toch wel iets komen nou. Kroepel. Dat is echt geweldig. Ja, rochelen, barven. Jongen. Kroepel. Gisteren ook gelijk toen ik terugkwam, hebben we een brammetje gehad in Rotterdam. En een frikandelletje, een kroketje. Oh, lekker man. De frikandel die wordt toch met uitsterven bedreigd? Komt er nu een woordgrap? Nee, tekort aan frikandellen dreigt in Nederland. De snackspair, Eke Bosman, in iets nieuws, die zei van ja, maar er is een bedrijf in België en die gaat extra leveren. Dus het is alweer opgelost. Oh, oké, okay, het is weer opgelost. Dit was een fijn stukje snacksuele voorlichting. Graag gedaan. We kunnen die kerel ook wel uitnodigen en dan gewoon heel veel snacks gaan vreten. Misschien kunnen we dat op Twitch doen. Is hij aan het rennen op zijn skischoenen? Ik heb dus op vakantie ook af en toe TikTok bekeken. Hele dikke wijven. Echt gewoon 200 kilo. Die dan zo, nu zo... Ik snap TikTok echt niet. Nou, en door. Oh, die vliegt wel laag, hoor. Die man gewoon gevallen. Ja. Lekker voor hem, kutboemer. Oh. Krijg je ook wel van die vermoeide benen in een vliegtuig? Ja. Ja, dat zijn jetlags. Streaker! Kom daarin! Wilco, ik weet dat je toch licht exhibitionistisch bent. Goed uitgesproken. Pak even 2 minuten, ontkleed jezelf en streak. Ja, met je licht exhibitionisme. Zit je nou mijn uitspraak belachelijk? Oké, okay, nou, dit was het. Dag. Later. De Verdreten! De Verdreten!